Ja, en dan krijg je dus met mij te maken. Dus daarom dacht ik, laat ik mezelf ook maar even laten zien in een video. Al is dit programma, komt echt recht uit mijn hart hoor. Dus in deze teksten, daar schijn ik al helemaal doorheen. Want dit is echt waar ik voor sta. Een lichter leven. En ja, ik wil heel graag een positieve impact maken op het leven van andere mensen. En daarom coach ik, want dat past het beste bij waar ik goed in ben. En dat is de ene kant mensen snel aanvoelen. Maar ook, ik ben ook analytisch. Dus ik zie jou zeg maar in zijn geheel. Met alles wat jou heel bijzonder maakt. Maar ook jouw blinde vlekken wellicht. Ja, en iedereen heeft blinde vlekken. Hè? En vaak denk je dat je ze van jezelf... Ja, misschien denk je dat je ze weet. Maar je weet vaak wel goed je slechte eigenschappen. Maar de blinde vlekken heten niet voor niks zo. En die zorgen er wel vaak voor dat je... Ja, jezelf tegenhoudt in het bereiken van bepaalde dingen die je wel graag wil. Zoals lichter leven. Of andere dingen die je graag zou willen bereiken, maar die er toch niet van komen. En die blinde vlekken, als je die eenmaal kent van jezelf, hè, wat je in dit programma dan gaat leren, waar ik je bij ga helpen, dan ken je ze voor altijd. En gaan we ook samen op zoek naar de strategieën die voor jou werken om daar dan mee om te gaan. Of, hè, dus om die wel voor jou werken, om die... Dingen die je graag zou willen, of die verlangens die je hebt, of het doel wat je wil bereiken, om dat ook daadwerkelijk te halen. En ook die weet je dan voor je hele leven, hè? Wat voor jou werkt, wat voor jou de dingen zijn die jij nodig hebt voor die lichtere mindset. Dus super waardevol volgens mij. Nou goed, dat was even iets over mij, maar ik ben ook heel nieuwsgierig naar jou eigenlijk. Wie er nou nu naar deze video zit te kijken. Dus ik zou het heel leuk vinden als je dat met mij deelt. Van, hey, ik ben die en die en ik zal dit te kijken. En ik kom hier en hier vandaan en kom zo op je site. Zou ik echt heel leuk vinden om te weten. Maar goed, misschien nog leuker als ik je in het echt ontmoet. In de tussentijd, mocht je vragen hebben of twijfels of dingen die je nog wil weten over het programma. Schroom niet om het mij te vragen. Dus mail of bel of zoek op een andere manier contact. En wie weet dat gauw.